Vandaag 5 februari 2018 is ten gemeentehuize van de gemeente Oost-Gelre te Lichtenvoorde een dagvaarding uitgereikt aan de heer Kruip wegens het achterlaten van een drijvende kei in de Grolse Gracht, tezamen met zijn Lichtenvoordse kompanen Paashuis en Düsseldorp. Geachte aanwezigen, allemaal van harte welkom hier in het gemeentehuis Lichtenvoorde. We staan hier op een neutraal terrein, dus er staat niet bijzonders te gebeuren. Het was natuurlijk heel gezellig hier vanmiddag, maar we zijn hier natuurlijk voor een zeer bloedserieuze zaak. Het is zelfs zo bloedserieus. Nou ja, jullie hebben via de mediakanalen begrepen dat er natuurlijk iets gebeurd is met een van de iets wat in de gracht gedropt is afgelopen jaar. Het was heel lang stil, maar het was inderdaad een soort stilte voor de storm, want wij kunnen dat natuurlijk niet over onze kant laten gaan. We hebben geprobeerd met de heren in gesprek te komen om zaken in de minnen te schikken of een soort excuses. Het is niet gelukt. We hebben vanmorgen met de burgemeester nog geprobeerd om zeg maar, ons nader tot elkaar te brengen. Omdat een soort rechtszaak dreigde aan te komen. Is ook niet gelukt. Ik zal het standpunt vanuit de Knunnikus toelichten. De prins en eervader van de Knunnikus. En daarna zal postbode Henning Schovers, oud-stadsprins, millennium stadsprins van Groenlo, zal de dagvaarding overhandigen aan de heer Kruip. Geacht aanwezigen. Zoals u allen weet zijn wij Grollenaren een zeer tolerant volkje. Niet voor niets hebben wij Lichtenvoorde erbij genomen met de gemeentelijke herindeling. En zie hoe Lichtenvoorde opgebloeid is. Graag gedaan. Natuurlijk zijn wij als stedelingen voor het in stand houden van de al eeuwenoude rivaliteit tussen Grollen en dit dorp. Maar je kunt soms ook te ver gaan. Dat is nu gebeurd, vinden veel Grollenaren, en omdat wij als Knunnikus een doorsnee van de bevolking zijn, vinden wij dat wij ons als enige echte belangenvereniging van Groenlo dit niet om onze kant kunnen laten gaan. Wij snappen dat Lichtenvoordenaren graag met stenen slepen, maar hol den kroon dan wal in Lichtenvoorde en slept dat ding zeker niet naar Grollen. Natuurlijk had het ook een voordeel dat die kei een tijdje in de Grolse Gracht lag. De kei heeft er wel voor gezorgd dat zelfs de blauwalg niet meer in de Grolse Gracht wilde zijn. Zoals een zeer wijs man ooit al zei, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Omdat onze fluit- en duitdekknunnikus, oud-stadsprins Remco en oud-stadsadjudant Jeroen, Grollen ook na aan het hart gaat en het wel en wee en beveiliging van onze stad, de stad der steden, de gezondheid van de Grollenaren, hebben zij de daadkrachtige, zo vaste als Grollen mentaliteit vormgegeven door met gevaar voor eigen leven dit stuk in onze ogen zwerfvuil uit de Grolse Gracht te verwijderen. Dat valt zeer te prijzen. Maar toen zij de kei als een trofee van een grote triomf op het podium van een bomvol City Lido het toneel op lieten trekken door de zojuist afgetreden stadsprins Harry en stadsadjudant René, hebben zij de prinsen en eregarden van de Knunnikus mogelijk aan grote gevaren blootgesteld. Wij beschouwen hun daad echter als een stukje jonkheid, voorlopig althans. Wij hadden gehoopt deze kwestie helemaal stil te kunnen houden en het onderling met de heren D, P en K op te kunnen lossen. Maar met deze drie Lichtenvoordse heren hebben wij niet tot een consensus kunnen komen. Vandaar dat ons in het belang van onze stad en zijn inwoners niets anders restte dan de zaak aanhangig te maken bij de meervoudige kamer van de rechtbank en de media hiervan in kennis te stellen. Nogmaals, tolerant als wij Grolsen zijn, hebben wij de Lichtenvoordse heren PDNK nog de kans gegeven om spijt te betuigen van hun actie. Als een soort van taakstraf hebben zij een verplicht bezoek gebracht aan onze stadsboerderij, waar op dat moment een tentoonstelling was over het weghalen van het kanon uit Grollen, ruim 60 jaar geleden. Een actie van hun vaders. Een mooi staaltje Grolse Lichtenvoordse rivaliteit, die uiteraard alleen maar mogelijk was met hulp van een Grollenaar, de nachtwaker van de monnikon, Geit Gasterveld. Hij werd met een halve liter omgekocht. Geit monddichte, jij een halve liter. Een zogenaamde sigaar uit eigen doos dus ook nog. Het leek er ten tijde van het bezoek op dat de heren zich bewust werden van hun daad, hun zonden inzagen, totdat de heer D. een opmerking meende te moeten maken die duidelijk maakte dat het de heren toch niet geheel duidelijk was waarom ze nu daadwerkelijk in Groenlo waren. Want toen stadsboerderij beheerde de heer Henny Gasterveld de heren trots vertelde over de staat van de eeuwenoude stadsboerderij en de balken in het dakbeschot onaangetast waren gebleven in de tijd, meende de heer D. een opmerking te moeten maken die op zijn zachtst gezegd niet passend was. Zenuwal, in Grollen wil nog geen holdworm wonen.
Aangezien wij er als prinsen en eregarden de Krunnikers er verder geen oordeel over willen vellen en wij de Nederlandse rechtsstaat respecteren, vinden wij dat de rechtbank zich hier maar over uit moet spreken. De rechtszaak, een besloten zitting, zal zondagmorgen om 11:11 plaatsvinden in Brouwhuis de Lange Gang in Groenlo, de geboorteplaats van ons allerheilzame Achterhoekse Loerdenswater Grols. En dus voor zowel de Lichtenvoortse gedaagden als Grollenaar neutraal terrein. Geen stukje niemandsland, maar een stukje iedersland. De meervoudige Kamer van de rechtbank zal zich deze morgen snelrecht toepassen op deze zaak en daar hebben wij ons allen aan te conformeren. Wij als prinsen en eregarden hebben echter een groot vertrouwen in beide rechters die gespecialiseerd zijn in dergelijke kwesties en deze zaak zullen behandelen. Daarnaast zal ook mevrouw de burgemeester, mevrouw Annette Bronsvoort, die morgen toezien op het verloop van dit proces. Aldus de verklaring opgesteld door de advocaat van de prinsen en eregarden de Krunnikers, meester in de rechten, meester dokter Schikke Peters. Dank u wel, dan geef ik nu het woord aan de postbode die de brieven zal overhandigen, omdat dit toch moet officieel gebeuren. Meneer de postbode, mag u een... Jan, zal ik maar zeggen. Ik doe het niet graag en ik heb vanmorgen al heel vroeg van mijn baas uit Den Haag begrepen dat ik een bijzonder pakketje weg moet brengen. Het bleek dus dat de twee van de heren helaas niet aanwezig konden zijn. Ik weet dat ik ooit eenmaal in mijn leven zo'n pakketje weggebracht heb. En dat is de heren dus, waarvan de veren dus drie niet op de zitting verschenen. En die drie hebben dus nooit weer zijn in Gollen. Ik beheer zo allereerst wel die. Dit is een aangifte, dat is hoe eerst als je eraf wilt halen. Dan moet je zo even vertekenen, want ik heb hier een dingetje voor. Dat is hier, als het goed is. Dat is een teken van ontvangst. Hoe je naam op wil zetten. Ik ga eens even doorlezen. En voor dit, dit is gewoon van de post, Jan. Gewoon een teken van ontvangst, Jan. Dat is een teken van ontvangst. Ja, en dat zijn de kleine lettertjes. Niet tekenen wat je niet kent, hoor, Jan. Ja, met die grozen ben je maar nooit. Zelf weer. Dat hoeft niet eens door. Nou, dat is mooi. Duidelijk, denk ik. Getekend. Prima. En of die anderen even gewoon een kruisje wilt zetten, dat je het over van ontvangst hebt, ik moet natuurlijk straks waar we metnemen. Hoeft niet weer een kanon te winnen. Nou, oké. Okay. Hier accepteren we dat. Dat mag. Dan groot genomen, maar mooi teken kunnen. Jan, als hij er even wat los wil maken en wil verlezen, dan neem ik dit allemaal weer met. Van carnavalsvereniging De Krunnikers, dagvaarding. Om voor een bijzonder tribunaal te verschijnen. In naam van onze stadsprins Hendrik Jan, de eerste, 55ste stadsprins der Krunnikers, enzovoort, enzovoort. En zijn stadsadjudant Maurice, gelastende verschijning van de navolgende dorpelingen uit de Kei, te wezen Jan Kruip, Eddie Dusseldorp, Robert Paashuis. Alle drie te deze zaken uitdrukkelijke domicilie gekozen hebbende ten woonhuize van Jan Kruip, wonende te Kei aan de Varkensmarkt, zo en zoveel, DH te Lichtenvoorde, oftewel de Kei, aan welk adres onze persoonlijke gezant en postduif Henny Schovers, oud-millennium stadsprins der Krunnikers, voor een ieder der gedaagden één afschrift van deze dagvaarding zal lazen. Mijn god. Het geeft nog niet op. Heel lang over nog, dachten we niet. Een document mag helemaal vullen, hè, mooi. Wat is dat nou? Jongen, dat is een straf op zich. Ja, film. Om op zondag de 11e februari 2018 des voormiddags te 11:11 in persoon te verschijnen ter terechtzitting van de meervoudige straf- en delictenkamer van de rechtbank der Zotten in de stad Grol. Als dan en al daar zitting houdende in de daarvoor speciaal ingerichte rechtszaal van eet- en buisgelegenheid Grols Brouwhuis in de Lange Gang te Groenlo aan de Keveldestraat 15. Ten einde te horen eis doen, gedaagden wordt ten laste gelegd dat zij in het geniep, ieder voor zich, dan wel in samenspanning met elkander, in het jaar 2017, mogelijk een foeilelijke qua jongensstreek hebben uitgehaald
door een keiachtige substantie in de gracht van de stad Grol te storten en onbeheerd aan een ketting te hebben achtergelaten. Gedaagden hebben weliswaar enige kennisgeving over het hoe en waarom aan de bevolking der stad Grollen op een bord achtergelaten, doch het hiermee mogelijke gevaar voor de Grollenaren was enorm en in omvang niet te overzien. Gedaagden wordt daarom mede ten laste gelegd dat zij niet alleen een gevaar vormen voor de Grolse bevolking, maar ook voor zichzelf, omdat de drie dorpelingen zich nog steeds van geen kwaad bewust zijn. Een eerder opgelegde taakstraf aan de dorpelingen ten spijt, namelijk het verplicht bezoeken van een tentoonstelling over de gebeurtenissen in het verleden ter zake de onderlinge twist tussen de Grollenaren en de Keienslubbers, heeft geen vruchten afgeworpen. Het is daarom dat wij in naam van stadsprins Hendrik Jan I, 55ste stadsprins der Kneunigers, en die stadsadjudant Maurice de dagvaring en voorgeleiding verlangen van de drie gedaagden uit de kei ten einde nader te worden gehoord op het requisitoire van de dienstdoende rechtbank. Met bevel en machtiging aan oud-deurwaarder Rob Soer om desnoods met behulp van sterke arm in casu oud-stadsprins der Kneunigers Rob I van Meurs de gedaagden in gijzeling te nemen en onder gepaste dwang voor te geleiden ter zitting van voornoemde bijzondere rechtbank alsdan en aldaar gehouden wordende in de zittingzaal van Grols Brouwhuis in de Lange Gang te Grollen. Aldus verordoneerd met een geweldige kneepoog en daverend alaaf in naam der 55ste stadsprins Henk Jan de Eerste der Kneunigers en de 55ste stadsadjudant Maurice der Kneunigers. Getekend Groenlo, februari 2018. Ja. In kader van het belang van de zaak mag ik niks meer zeggen. Een reactie misschien aan de heer Kruip? Nou, ik ben baf. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen op deze aantijging. Ja, dat lijkt me ook. Jan, ik denk dat het verstandig is als jij op dit moment voor de rest niks meer zegt. De zaak komt onder de rechter en dan is het altijd verstandig om daar zo weinig mogelijk mededeling over te doen. Namens de drie roverszonen kan ik u vast wel zeggen dat deze zaak serieus wordt opgepakt. Wij willen straks een afschrift van de dagvaarding. Wij gaan niet meer studeren. Ik vind de tijd erg kort. Het had fatsoenlijk geweest als we een gewone normale gelegenheid hadden gehad om dit dossier te bespreken en daar de getuigen voor bij elkaar te halen. Als je nou op dinsdag of op maandag moet horen dat je op zondagochtend nog wel, we kunnen niet eens naar de kerk, we moeten naar de kroeg. Als mijn vader het zou horen, zou ik een klap van mijn hartjes krijgen. Maar op zo'n korte termijn het dossier bestuderen en ook nog getuigen bij elkaar halen. Ik vind het een zware klus. Maar het is een zeer serieuze zaak en die zullen wij ook serieus ter hand nemen. U kunt rekenen op een deskundig juridisch verweer. Wij laten het hier niet bij zitten. En wij gaan onze dossiers bestuderen. U hoort nog van ons. Het verstandig is, maar wij hebben gehoord dat wij zeer sterk staan. Wij staan zo verschrikkelijk sterk dat wij eigenlijk de overwinning, dat wij vanavond denk ik al een glaasje drinken op de overwinning. En misschien morgen ook al. Want eigenlijk is dit een gelopen race. Okay, maar wij waren hier al een week eerder mee begonnen. Ja, voorsprong genomen. En de tegenpartij niet op juist inlichten. Nee, voorsprong nemen. Hè? Ja. Nee, maar dit is een uiterst serieuze zaak. Jan, wij zullen het... Ik wil waarderen dat jullie het serieus oppakken. Onder de mond van beter laat dan nooit. Wij strijden met open vizier. Okay. En op dit moment nog zonder muts. Maar reken er maar op dat er wat komt. Van harte welkom. Ja. De groeten in Grollen. Dat gaan we doen. Hartelijk dank.